In oktober van dit jaar werd de 3-jarige Boris uit Vlederveen ineens nationaal nieuws toen hij met zijn vinger vast kwam te zitten in een geldautomaat van de lokale Gamma. Nu, 2 maanden later, vertelt zijn moeder Mariette hoe een tripje naar de bouwmarkt om het geld van Boris zijn broer te storten ineens heel anders uitpakte. Bovenin werd het geld geteld en onderin hoorde je tik 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 waar het geld dus inviel. Ja. En Boris liep wat om ons heen en mama en Iva die keken naar de bovenkant. En toen wou jij even bij het vakje kijken, hè, onderin. Dus Boris wou daar centjes pakken. En ja, het glaasje, zeg maar, die was toen dus nog helemaal los. Dat hebben ze nu veranderd, maar hij ging met zijn handje. Dus hij wou dat even onderzoeken. Dus hij ging er met zijn vinger naar boven in. En ineens zat daar zijn vinger vast. In een tandwiel dus, achteraf blijkt, met puntjes. Dus zijn vinger zat muur en muur vast erin. Verschillende hulpdiensten moesten eraan te pas komen om Boris uit zijn benarde positie te bevrijden. Inmiddels zat hij al namelijk 20 minuten vast. Ja, toen raakte hij natuurlijk steeds meer in paniek. En hij begon helemaal gewoon te schudden op mijn schoot van... Ja, pijn, denk ik. En paniek dat hij niet los kon. En toen zei de vrouw van... Vind je het goed dat ik hem iets toedien? Dus toen heeft zij hem een infuus ingebracht. En daardoor kreeg hij ketamine. Wat verdovend en pijnstillend werkt. Uiteindelijk lukt het de hulpverleners om Boris na 2 uur te bevrijden. In het ziekenhuis blijkt dat de pees in zijn vinger gelukkig nog intact was. Zodat hij zijn vinger nog kon behouden. Dus toen heeft hij zijn vinger eigenlijk een spalkje erom gekregen en zijn armen moest dat hier in het gips. Want anders zal hij dat natuurlijk zo eraf trekken van zijn vinger. Ja. Dus zodoende heeft hij 3 weken in het gips gezeten en we moesten elke week terugkomen. Omdat ze dus de wond in de gaten wilden houden, omdat ze bang waren voor ontstekingen. Mariette en haar gezin zijn de hulpverleners enorm dankbaar. Zo dankbaar dat ze een aantal dagen na het ongeluk samen met Boris naar de brandweer zijn gegaan om ze te bedanken. Nou ja, na dat hele gebeuren ook wel gewoon heel erg het gevoel van... ik wil die mannen bedanken, want ze hebben zo goed werken verricht... om Boris zo goed mogelijk los te krijgen met behoud van vinger natuurlijk. Dus als hun niet zo geduldig te werk waren gegaan... dan had dit natuurlijk heel anders af kunnen lopen. Boris kreeg van de brandweer nog een cadeautje. Zijn eigen brandweerwagen. Iets waar hij zo trots op is dat hij het ook even aan ons moest laten zien. Lekker omhoog... Kijk wat hij zelfs ook nog kan. Het is heel hoog. Uiteindelijk is alles dus weer goed gekomen. En kan Boris nu weer zonder problemen met zijn brandweerauto en dino spelen.